This program is powered by Giant Bicycles and HDI Gerling. Raymond Kreder, ervaringen van renners met Joop Seilaert. Wat is het eerste waar jij aan denkt? Je zit heel goed uit de wind bij hem. En als je met hem rijdt, dan is de kans groot dat je altijd wel op het podium staat of wint. Waarom? Heeft dat ook met tactisch inzicht te maken? Hij doet het al zoveel jaren en hij weet precies het goede tempo te houden. En de meeste derniereizers die kunnen dat niet. Of die gaan hard zacht rijden, waardoor een renner zich heel snel kapot rijdt. En dat heb je bij Joop niet. En Joop wil misschien nog meer dan de renner heel graag winnen altijd, hè? Ja, dat is waar. Hij kiest ook altijd wel de goede en beste renners uit, omdat hij weet dat die het ook aankunnen. En hij kijkt altijd goed naar zijn renner en hij weet wat hij doet en dan is de kans altijd wel groot dat je kan winnen. Wat dat betreft is het lastig dat het tegenwoordig in de Zesdaagse geloot wordt welke renner met welke Danny-coureur mag rijden. Is het dan altijd weer hopen dat het met Joop is? Ja, ik denk dat iedereen dat heeft. Dan zit je altijd te hopen dat je hem hebt en dan... ik denk dat de helft van het peloton hier dat ook wel denkt. Jij werd in 2010 Nederlands kampioen met Joop op de Derny. Het leek mij in die tijd voor jou als jonge renner een eer om überhaupt met hem te kunnen starten. Ja, ik ken zijn zoon al een tijdje en hem zelf ook. En hij wilde gewoon een keer graag met mij rijden. En ja, dat we wonnen, dat maakt het wel extra speciaal. Ja, dat is een heel mooi moment. En dat Joop met je wil rijden, dat wil al wat zeggen, hè? Dan ziet hij het in je zitten. Ja, hij wilde wel een reep chocolade voor terug hebben. Dus dat was het enige nadeel natuurlijk. Maar het was wel heel leuk om te winnen met hem. Ja. Iedereen begint natuurlijk over het lichaam, over het uit de wind zitten. Is dat nou echt het belangrijkste of spelen andere dingen een minimaal zo grote rol? Ik denk alles een beetje. Het is als je goed uit de wind zit, maar als je hard zacht rijdt met zo'n zware versnelling, dan kan je dat ook nooit lang volhouden. En hij combineert dat gewoon perfect en dan heb je toch wel een voordeel met andere Danny-rijders. Heb je ook wel eens kapot gereden achter zijn rug? Het jaar daarna heb ik weer het NK geprobeerd te winnen. En toen lukte het niet, want ik was niet goed genoeg en toen werd ik vierde. Waar hoop je op? Of waar hopen de renners op als het om zaterdagavond zijn afscheid gaat? Moet mooi worden. Dat hij er zelf heel veel van geniet, dat is het belangrijkste. En dat hij goed afscheid kan nemen op een mooie manier. En dat hij dat altijd wel kan onthouden. Dat zou heel mooi zijn voor hem. This program was powered by Giant Bicycles and HDI Gerling.